Ik moet nog twee kaarten en dan kan ik jullie een complete Generation serie laten zien. Heel erg vet. What up YouTube? Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag een beetje speciale even uitpakken. We gaan niet echt uitpakken, maar tijdens de meeting heb ik maar liefst 16 nieuwe EX kaarten met jullie kunnen ruilen. Bijvoorbeeld deze Regirock. En ik denk dat jullie het wel leuk vinden om te zien welke EX kaarten dat dan zijn. Let's go! Tijdens het kijken naar mijn video's hebben jullie echt super goed opgelet welke kaarten ik nog allemaal nodig had. Bijvoorbeeld uit de Fates Collide serie, deze Regirock EX kaart. Die had ik nog niet, ben ik heel erg blij mee. Ik had nog 9 kaarten nodig en ik heb er 4 gekregen van jullie uit de Fates Collide serie. Ben ik heel blij mee. Deze Umbreon EX kaart is daar ook een van. Vind ik een toffe Pokémon die ik wel eens gebruik in mijn playthroughs. Deze Kingdra EX komt ook uit de Fates Collide serie. Heel erg vet. En als laatste uit de Fates Collide serie deze Glaceon EX Full Art kaart. Wat een mooie kaart is dit. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dankjewel als je die kaarten met mij hebt willen ruilen. En dan gaan we door met de Generation serie. Deze Ninetales EX had ik nog niet. Bijna iedereen had deze volgens mij, maar ik dus nog niet. Ben ik heel blij mee. Deze Articuno Full Art is ook heel erg vet. Heel erg mooi. En deze is best wel zeldzaam. Dus ja, fantastisch dat jullie deze met mij willen ruilen. Dan hebben we nog een super zeldzame kaart. De zeldzaamste kaart volgens mij uit die serie. Namelijk deze Jolteon EX kaart. Ben ik heel, heel, heel erg blij mee. En mijn Generation serie is nu echt bijna compleet. Ik moet nog 2 kaarten en dan kan ik jullie een complete Generation serie laten zien. Heel erg vet. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je dat wil zien. Een complete Generation serie. Dan hebben we deze Mega Gardevoir EX kaart. Ook natuurlijk heel vet. Deze Mega Rayquaza. Jullie hebben me uitgelegd, maar jullie zeiden 3 verschillende manieren. Rayquaza. Nog een paar. Maar in ieder geval Rayquaza noem ik hem maar even. Deze Latios EX kaart. Full art overigens. Ook heel tof. Dan hebben we hier de Manaphy EX, Manaphy denk ik, Manaphy EX kaart. Dan hebben we nog een andere Latios EX kaart. Zijn we nu bij de promo's? Ja, we zijn nu aangekomen bij de promo's. Dan hebben we hier een Gyarados EX, natuurlijk de shiny versie daarvan van Gyarados, de rode versie. Dan hebben we nog een Mewtwo EX kaart. Zoals jullie zien, ik ben heel erg verwend. Ik hoop dat jullie ook blij zijn met de kaarten die ik aan jullie heb gegeven. Dan hebben we nog een Machamp EX, die komt denk ik uit de tin, denk ik, van Machamp. Ik weet het niet zeker, maar zou heel goed kunnen. En volgens mij als laatste hebben we de Yveltal EX kaart. Ook wel heel erg mooi. Evil Ball en Ice Cyclone aanval. Dan nog om mijn collectie compleet te maken, kwamen jullie met deze Machamp. Deze had ik nog niet, ook uit de Generation serie. Die had ik nog niet. En ja, jullie kwamen ook gelijk met de Reverse Holo versie van Machamp. Super tof. Ben ik heel blij mee. Ik spaar ook de Reverse Holo kaarten van al die kaarten. Dus die heb ik ook bijna compleet. Dan hebben we nog de Diancie. Die had ik om een of andere reden ook nog niet. Dus die hebben jullie ook met mij gehad. En dan komen we nog bij alle andere kaarten die ook wel vet waren. Maar ja, wat oudere kaarten. Bijvoorbeeld deze Zapdos is ook wel heel erg gaaf. Heel toffe kaart. Dan hebben we nog een Articuno Half Art. We hebben nog een Reverse Holo Cyndaquil. Een Vileplume. Een toffe Nidoking kaart. Ook erg mooi. Verder nog een Pikachu. Dit zijn allemaal wat oudere kaarten, maar dat vind ik wel leuk om ook te verzamelen. Een Onyx. Deze Jolteon Reverse Holo vind ik ook heel erg mooi. Ben ik ook echt heel erg blij mee. Volgens mij uit de Ancient Origins serie. Super nice. We hebben een Mystère. Dat is de Franse naam voor Oddish. Dit is een Franse kaart, kwam ik later achter. Ja, vind ik ook wel grappig. Dan nog een Drowsy. Nog een andere Pikachu. Een Azumarill Reverse Holo. En deze, de laatste kaart vind ik ook heel tof. Deze Gardevoir Secret Rare. Holo Rare natuurlijk. Gardevoir Holo Rare. Ook een heel erg mooie kaart. Nou, ik hoop dat jullie dit ook een toffe video vonden. Doe vast een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon kaarten video's wil zien. En dan zie ik jullie weer later. Mazzel!